De Kleine Prins erg aangetrokken, omdat toen ik hier de eerste keer al kwam, vond ik de sfeer hier op school, pedagogisch handelen, de lachende kinderen, dat sprak me al erg aan. Ik wilde niet altijd leerkracht worden. Hiervoor danste ik, want dat wilde ik eigenlijk worden vanaf dat ik 3 jaar oud was. Ik wilde danseres zijn. Ik stond als 3-jarig meisje voor de televisie het Zwanenmeer mee te dansen. En hard te roepen dat ik dat ook wilde. Dat heb ik dan ook gedaan. Showballet, dinnershows, theaters. Erg leuk. Mijn eigen middelbare schooltijd was voor mij echt een ramp. Ik heb een heel fijne basisschoolperiode gehad. Daar heb ik echt enorm van genoten. Dat was echt superleuk. Dus van grote invloed op mijn lesgeven. Veiligheid staat voorop. Hè. Zoals ik net al, ik voelde me niet veilig op de middelbare school. Ik vond de stof interessant, maar de inhoud, hoe de inhoud werd aangeboden, niet altijd zo leuk. Het raakte me niet. Ik probeer dus in mijn lesgeven en mijn pedagogisch handelen de kinderen een veilig en fijn gevoel te geven. Je mag er zijn, je mag alles vragen wat je wil vragen, je mag alles leren wat je wil leren. Ik probeer de stof die ik aanbied diepgang te geven. Ik probeer kinderen te raken. Dus ik probeer niet alleen hun hersenen te trainen, maar des te meer ook hun hart om het aan te... Ja, wat voel je erbij? En het verwonderen hoe mooi iets is, hoe bijzonder iets is. Ik ben naast de leerkracht ben ik freelance stuntvrouw, stuntperformer. Dat doe ik voor commercials, films, theaters via de stuntteam Amelie Beukelaar. Superleuk om te doen. Daar ben ik ingerold door het dansen, turnen en vechtsporten. Voor de kinderen is het ook super leuk. Het is altijd wel grappig om te horen als ze je hebben gezien in de bioscoop of speciaal naar een film gaan omdat hun juf erin in speelt. Maar ja, dat vind ik superleuk om naast het lesgeven te doen. Wat vind je van Maggie Gaming? Ik vind haar een hele aardige juf en ik vind het ook heel fijn dat ze ons heel vaak helpt. Goed aardig. Die vind ik heel aardig en ze helpt me goed met dingen die ik niet onder de knie heb. When I met you in the summer.